Elke week geef ik een update van belangrijke thema's en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in. Dit is het weekoverzicht van week 11, 2024. Uit recent onderzoek onder 400 ZZP'ers blijkt dat ongeveer 9% in het verleden bewust een factuur niet heeft opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit is spelen met vuur. Je bent als ZZP'er namelijk wettelijk verplicht een juiste administratie bij te houden. De kans op controle door de Belastingdienst is klein, maar als het gebeurt wil je je zaken goed op orde hebben. 2/3 van de MKB-ondernemers heeft het afgelopen jaar de waarde van hun bedrijf flink zien stijgen. 73% verwacht dat deze positieve trend zich voortzet. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna de helft geen helder beeld heeft van de werkelijke waarde van hun bedrijf. Een gemiste kans. Door inzicht te krijgen in de potentie en risico's van je onderneming kun je gerichter sturen op groei en succes. VNO, NCW en MKB Nederland roepen op om een streep te zetten door de extra verhoging van het minimumloon op 1 juli. Ze wijzen erop dat kleinere ondernemingen de forse loonstijgingen van de laatste tijd nu al bijna niet kunnen dragen. In plaats van de lasten verder te verhogen, stellen zij voor om de belastingen en premies te verlagen. Zo blijft er meer over in de portemonnee van de werknemers, zonder dat jij als ondernemer tegen hogere kosten aanloopt. Op 29 maart is het Goede Vrijdag. Hoewel het een officiële feestdag is, betekent dit niet automatisch een dag vrij voor iedereen. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze te communiceren naar je team. Zo voorkom je verwarring en zorg je voor een goede planning rondom officiële feestdagen. Dit was het weekoverzicht van week 11 2024. Wil je naar meer details? Lees het hele artikel. Tot volgende week!